Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een shoplog. Met de dingetjes die ik afgelopen vakantie heb gekocht. Ik heb namelijk twee hele leuke items in Italië gekocht. Ik heb heel veel truien ingeslagen bij de H&M. En ik heb heel veel ingeslagen van de H&M X Love Storage collectie. Dus ben je nou benieuwd wat ik allemaal heb gekocht? Blijf dan kijken. Voordat we gaan beginnen wil ik een paar dingetjes zeggen voordat ik er heel veel vragen over krijg. Mijn kussentjes komen van de IKEA. Mijn shirtje is van het merkje Gis Louise. En mijn oorbellen zijn van My Jewelry. Dus nu kunnen we echt beginnen. Laten we maar beginnen met de dingen die ik in Italië heb gekocht. Zoals jullie in mijn tweede vakantievlog konden zien, was ik naar een designer outlet gegaan. En daar zat ook een grote Nike outlet. Ik heb er schoenen kunnen scoren die normaal 121 euro waren. En nu 84. Ik heb ze in een maatje 36 en ik ben er echt super blij mee. Zoals sommigen van jullie misschien wel zullen weten, ga ik na de zomervakantie beginnen met dansen. En ik had er nog nieuwe schoenen voor nodig. En ik zag deze. Ik zal ze even eruit halen. Ik zag deze schoenen en die vond ik echt heel erg gaaf. Om te gebruiken voor dansen. Maar eigenlijk vond ik ze ook wel leuk voor gewoon naar school te dragen. Ze zijn ja grijs, maar eigenlijk hebben ze ook een soort van mintgroen tintje erin of zoiets. En de veters zijn met roze vastgemaakt. En echt gewoon een super fijn, leuk schoentje. Deze waren dus nu 84 euro in de outlet. Ik weet niet of ze deze ook nog in winkels verkopen. Omdat het is natuurlijk een outlet. Dus naar mijn idee is dat een oude collectie. Als ik ze online kan vinden, zal ik er een linkje van in de beschrijving zetten. Maar ik weet niet of ik ze nog ga vinden. Ze zaten super lekker. En ik vind ze er gewoon heel erg leuk uitzien. Het zijn de Nike Zoom zijn het. Ik weet niet of je het kan lezen. Maar de Nike Zoom. Verder hier staat Zoom Pegasus 34. Dit is denk ik dan de editie van Nike. Want je hebt natuurlijk Nike Air, Nike Tech. Heb je Nike Tech? Dat zijn pakken. Maar je hebt natuurlijk allemaal verschillende soorten schoenen. En dit zijn deze. Dus deze. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Dus deze ga ik met liefde gebruiken voor dansen. En gewoon gebruiken denk ik voor school of voor het sporten. Als ik ooit ga sporten denk ik niet. Maar dan heb ik ze in ieder geval ook voor het sporten. Dan heb ik nog iets in de outlet gekocht waar ik echt enorm blij mee ben. En dat is namelijk een nieuwe tas. Ik heb hem samen gekocht met mijn moeder. We hebben allebei de helft neergelegd. Het is dus ook samen onze tas. Maar hij mag op mijn kamer staan, wat ik wel heel lief vind. Het is namelijk een nieuwe Michael Kors tas. Ik wilde heel graag nog een klein tasje. Ik heb toen een paar maanden geleden, twee maanden geleden of zo, heb ik een klein Furla tasje gekocht. En in de outlet had je ook een Furla outlet. En ik zag daar een hele mooie Furla tas. En toen zag ik deze. Maar die Furla tasjes zijn best klein. Er past niet heel veel in. Dus ik dacht, oké, ga ik voor deze of ga ik voor die Furla? En mijn moeder vond deze ook heel erg mooi. En ze zei, weet je Fleur, als je nou deze neemt, dan betalen we hem gewoon samen. Dus dat hebben we gedaan. En het is deze tas. En ik vind hem echt heel erg mooi. Ik zit heel even het tasje aan de zijkant. Ik kom even naar voren, dan kan je het misschien wat beter zien. De kleur komt niet helemaal over. Hij lijkt iets meer roze op de camera, maar hij is iets meer paars. Een beetje een kersenkleurtje. En hij heeft zo'n lang zilver hengsel, wat ik wel mooi vind bij deze. Want bij mijn Furla tas is alles goud. Wat ik bij die tas heel erg mooi vind, maar bij deze tas vind ik zilver weer heel erg mooi. Ik weet niet, je hebt gewoon twee straps, zeg maar. En ik zou hem dan zo dragen. Je kan hem ook voor kiezen om zo te doen, dat je een heel lang hengsel hebt. Maar voor mij is hij dan eigenlijk net iets te lang. Hij gaat open met zo'n sluiting. En je hebt best hoog veel ruimte in de binnenkant. Je hebt hier een groot vak met nog een klein zijvakje. Hier in het midden heb je een vakje met een rit waar je bijvoorbeeld je pasjes of je losgeld in kan doen. En dan heb je hier aan de buitenkant nog een vak. En aan de achterkant heb je, even kijken, nog een vakje waar je bijvoorbeeld je telefoon of iets in kan doen. Ik weet niet wat je er nog meer in kan doen, maar ik zou daar mijn telefoon in doen. Deze was normaal, moet ik even goed nadenken, 230 euro, maar er ging 30% van af door de outlet, waardoor die 160 werd. En ik ben er echt onwijs blij mee. Ik vind zo'n mooie kleur en het model is echt perfect. Er past zoveel in, dus hier ben ik echt enorm blij mee en ga ik heel veel liefde geven. Dan is het jullie vast niet ontgaan dat H&M een samenwerking aanging met Love Stories. Misschien heb je ook wel in mijn vlogs kunnen zien dat ik helemaal teleurgesteld was. Dat ik het niet kon bemachtigen, zeg maar. Want ik was nog op vakantie toen die collectie uitkwam. De dag dat ik terugkwam van vakantie, vorige week vrijdag, ben ik naar de H&M gechased op de scooter. En heb ik echt nog heel veel kunnen scoren. Bij de H&M in Den Haag, waar de oude Bonneterie zat, een heel groot mooi gebouw. Daar hadden ze echt nog heel erg veel. Dus ja, ik ga even een stukje naar voren komen en alles aan jullie laten zien. Voor de mensen die het raar vinden dat ik ondergoed en zo laat zien,
scroll lekker verder, of spoel lekker verder naar het volgende deel. Ik ben hier gewoon heel erg blij mee en ik denk dat heel veel meiden dit wel willen zien. Ik heb heel even die tas leeggegooid. Ik heb hier de bon. Als ik nog linkjes kan vinden van dingen die je online kan krijgen, zou ik het eronder zetten. Maar bij de H&M site is alles in ieder geval uitverkocht. Misschien dat je op United Wardrobe nog wat kan scoren of Marktplaats. Heel veel mensen kopen dit natuurlijk in en verkopen dit voor driedubbele. Dus als je het er echt voor over hebt, zou ik daar even kijken. Maar op de H&M site is in ieder geval alles uitverkocht. Misschien dat je ergens nog in een winkel wat kan krijgen. Maar het is net natuurlijk wel een week later. Dus ik denk niet dat er nog heel erg veel is. Laat ik maar beginnen met de tops die ik heb. Oh, even vastmaken. Als eerst heb ik... Ik heb twee braletten. Twee... Ja, het is eigenlijk ook een bralet. Maar als allereerst heb ik deze leger groene. Deze vind ik zo mooi. De top zijn zeg maar van kant. En dan hieronder heb je zo'n elastieke band. En deze is ja een beetje crème beige-achtig. En er staat love op met een rode streep erdoorheen. En de bandjes zijn gewoon ook diezelfde kleur. Kun je verstellen en gaat gewoon met een ja, BH-sluiting dicht. Deze vond ik zo mooi. Maar die maten vielen zo raar. Want ik had eigenlijk verwacht dat ik van alles een S nodig zou hebben. En toen bleek dus dat ik van deze topjes een XS nodig had. Terwijl ik heb een maat 70C. Beetje te veel informatie. Maar ik heb een 70C en een maatje XS nodig. Dus iemand met een A, die past deze tops aan gewoon niet, lijkt mij. Maar goed. Oké, deze dus in ieder geval. En deze was 20 euro. En hier ben ik echt heel erg blij mee, want ik hou echt van deze kleur en ja, love it. Dan heb ik nog diezelfde soort top in het roze. Hij is wel iets anders, want deze, die groene sluit natuurlijk gewoon als een BH op je rug. Deze sluit aan de voorkant, zoals je kunt zien. Deze doe je met zo'n klikkertje open en dicht. Wat ik ook wel eens, ik heb dat nog nooit gehad, dus ik vond het eigenlijk wel leuk. Ook weer precies hetzelfde kant en dan een heel mooi licht oud roze kleurtje. Heeft ook een band onder. En aan de achterkant, wat ik heel erg leuk vond, heeft die roze bloemetjes. Als je hem dan zo draagt, zie je dit mooi op je rug zitten. En echt, ik ben echt verliefd op deze. Ik denk dat dit een van mijn favorieten is, denk ik toch wel. En de bandjes vind ik ook hele mooie kleurtjes. Ik weet niet, een beetje roest, rood, bruin is dit of zo, denk ik. En ook van deze had ik weer een maatje XS nodig. Heel raar. En deze was ook weer 20 euro. Dan heb ik van de collectie ook nog twee bralettes kunnen scoren. Die wel een maatje S. Super raar. Deze had ik dan wel een S nodig. Maar goed. Als allereerst deze. Ik denk dat deze wel heel erg bekend is. Ook onder Insta. Alles waar je maar kan krijgen en zo. Dat is namelijk deze met die sterretjes. Het is gewoon ja, een bralet. Dus eigenlijk gewoon echt een lapje stof. Hier is dan bedekt met sterretjes. En aan de buitenkant heb je een rondje met kant. En dan heb je ook weer die roestbruin rode kleur band aan de onderkant. En ik vind deze zo, zo leuk. En dan achter sluit je ook weer met een BH-sluiting gewoon. Deze bralets waren iets goedkoper. Die waren namelijk 18 euro. En deze zitten zo lekker. Echt als je zeg maar wel een BH aan moet, maar eigenlijk geen zin hebt in een BH. Zijn bralets echt het beste in de wereld. Maar echt oprecht. En dan heb ik die bralet ook nog in een ander patroontje, namelijk in deze met panterprint. Hier zit dan ja, groene panterprint en heeft zwart kant ook aan de zijkant. Een beige band onder. En ja, meer kan ik hier eigenlijk niet echt over vertellen. Het is gewoon precies dezelfde als deze, alleen dan een ander patroontje. En deze was ook weer 18 euro, ook in een maatje S. Dan waren er natuurlijk ook nog allemaal broekjes, slipjes, strings. Alles wat je maar kan opnoemen hadden ze daar. En ik vond het ook heel erg leuk om die te scoren. Omdat ik dat dan leuk kon matchen met de rest van de BH's en zo. Dus daar heb ik er ook een aantal van meegenomen. Als allereerst deze. Met ook dat, weer dat groene panterprint wat je net kon zien bij deze BH. Dat vond ik wel heel erg leuk om daarmee te combineren. Deze heeft een roze band. Er staat heel vaak love op. Aan de voorkant zie je panterprint. En aan de achterkant heeft hij, even kijken of je dat kan zien, van dat zwarte kant. Deze was, even kijken, heb ik in een maatje XS en was 8 euro. En deze vind ik echt, deze vond ik nog op het laatste moment. En toen dacht ik, oh ja, jij gaat ook mee, want dan pas je bij deze. En ik ben echt een freak die het leuk vindt om dingen te combineren en zo. En dat allemaal bij elkaar past en ik hou ervan. Dan het laatste van de Love Stories lijn is dit setje. Twee broekjes, twee strings voor 15 euro was dat. En dan heb je, even kijken, hoe ik dit ga laten zien, want het zit nog in elkaar. Deze lichtroze met roze kant en ook weer die band, lichtroze band met love erop. En dan heb je nog deze
met weer diezelfde sterretjes als die bralette. En die vind ik heel erg leuk. En die heeft een beige band en met een groen streepje erin. En aan de achterkant heeft hij die bloemetjes wat dan weer bij deze achterkant matcht. Dus deze heb ik ook in een maatje XS. 15 euro ben ik ook heel erg blij mee. Eigenlijk wilde ik super graag ook de kimono en de pyjama. De pyjama was van dit groene panterprint. En de kimono was deze bloemetjes met die sterretjes, die print. Maar die was natuurlijk gelijk uitverkocht. Love Stories is normaal best wel een prijzig merk. Normaal betaal je voor een bralet 70 euro, 65 euro, zoiets. En voor de onderbroekjes 30. En hier, omdat het nu samenwerkt met H&M was het gewoon veel leuker te betalen. Normaal zijn die kimono's ook 120 en bij de H&M 40. Maar ik zat nog te kijken op Unite Wardrobe om hem van iemand over te kopen. Maar ik vond het toch een beetje, ik weet niet. Dus helaas, maar ik ben wel echt super blij met deze items die ik heb kunnen scoren. Dan heb ik nog iets qua accessoires van H&M, namelijk deze scrunchies die ik in mijn haar heb. Of nou, ik heb er nu één in mijn haar, maar ik heb er nog eentje, een beetje een bordeauxrood kleurtje. En een zwarte dus. Deze waren nu in de sale 2 voor 2,30 of zoiets. En ik vind het wel heel erg leuk om om een knot heen te doen. Maak ik toch wat speelser en zo. Dus die heb ik ook gekocht. En dan gaan we over naar het allerlaatste. Er was namelijk heel veel sale bij de H&M online. Ik heb het namelijk allemaal online besteld. Ik ga kijken of ik nog linkjes kan vinden ervan. Als er geen linkje onder staat, heb ik het dus niet kunnen vinden. Maar er was heel erg veel sale. Er was ongeveer volgens mij 70-60% sale. En je had toen ook een weekactie dat er nog 20% van je winkelmandje afging. Dus stel je had een trui in je winkelmandje zit voor 10 euro, ging er alsnog 20% van af. Dus ja, gewoon zeg maar dubbele sale was het eigenlijk. En ik zag heel veel leuke truien, die heb ik besteld. En ik heb er 5 gehouden. Ik heb er 2 teruggestuurd, omdat ik die toch niet zo erg mooi vond zitten. Maar ik heb er 5 gehouden en die ga ik aan jullie laten zien. Als allereerst deze witte trui, of een beetje ja, beige, gebroken wit eigenlijk. Hij is echt een super lekker stofje. Ik denk niet dat je dat kan zien, maar het is geen standaard truienstofje. Het is heel apart, maar het voelt echt zo, zo lekker. Hij is heel losjes gebreid, dat ik hem echt super leuk vind maken. Ik heb deze in een maatje XS. En ik ga heel even op mijn telefoon kijken hoeveel deze nu was. Normaal was deze trui 20 euro. In de sale was die 10 euro. En door die 20% extra korting was deze trui nog maar 8 euro. Even serieus, een trui voor 8 euro. Ik vind dat echt geen geld. Want normaal voor zulke lekkere trui zie je maar, je betaalt veel meer. Dus ik vond nu gewoon heel erg slim om truien in te kopen. Dus dit is de eerste trui en hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan de tweede trui en dat is ook weer zo'n licht kleurtje. Wel een ander stofje. Ik vind het wel iets meer een stofje die snel lelijk wordt. Maar ik vind hem wel echt heel erg gaaf. Hij lijkt zo heel simpel gewoon. De mouwen zijn best wel wijd, wat ik heel erg leuk vind. Maar het allerleukste. Op de achterkant op je rug heeft hij een veels. En dit staat zo mooi. Vooral nu ben ik nog best wel een beetje getint. En als je dan deze kleur aan hebt en zo je bruine rug ziet, is dat echt heel erg mooi. Deze heb ik ook, even kijken, in een maatje XS. Was normaal 25 euro. In de sale, normale sale was die 14 euro. En met die 20% extra korting was die 11,20 euro. Die actie geldt helaas niet meer. Die was maar tot vorige week zaterdag. Dus dat is heel erg jammer. Maar ze hebben nog steeds echt super sale. Echt super sale. Echt dingen dat je denkt, oh my god, hoe kan dat zoveel afgeprijsd zijn? Maar deze trui dus en die ben ik ook echt heel erg blij mee. Qua model, hoe die valt, valt die net iets aan de achterkant over je kont. Voorkant is, zoals je kunt zien, ietsjes korter. Maar ik vind die V-hals gewoon echt geweldig. Dus deze. Dan heb ik nu alleen nog maar gekleurde truien, waaronder deze roze. Ik vind hem echt zo, zo schattig en leuk. En dit stofje voelt zo lekker aan. Het is anders dan die trui hiervoor. Maar ook weer dan anders dan die trui daarvoor. Ja, heel raar wat ik nu zeg. Maar het is zeg maar hetzelfde stofje als die trui hiervoor. Alleen heel anders gemaakt, waardoor die gewoon veel langer mooi blijft. Het colletje is ietsjes hoger zoals je kunt zien. En de mouwen zijn best wel een beetje groot. Maar ik vind dat juist echt heel erg leuk staan. Hij valt iets langer bij mij. Maar ik vind dat gewoon heel leuk. Ik heb hem in een maatje XS. En deze was, ga ik ook even voor jullie opzoeken. Normaal was deze 30 euro. In de normale sale was hij 12 euro. En met die 20% korting was hij 9,60 euro. Even serieus. Als een trui normaal 30 euro kost, vind ik al helemaal niet duur. En dan is hij nu nog maar 9 euro.
En hij voelt echt super lekker aan. Dus deze wilde ik sowieso houden. Ik weet niet of dit kleurtje ook nog steeds heel erg leuk zit als je wat bleker bent. Maar daar kom ik snel genoeg achter. En als jullie willen zien trouwens hoe dit allemaal staat, moet je zeker mijn weekvlogs kijken. Nou, nu nog niet. Ja, je mag ze wel kijken. Maar ik heb nu nog niet deze trui aan. Er is veel te warm voor. Maar als je het dus wil zien, moet je zeker mijn weekvlogs blijven kijken. Want van de winter ga ik deze trui echt met heel veel liefde dragen. Dan alweer de ener laatste trui is een oranje trui. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik zo'n kleur trui zou kopen. Maar ik... Oh, ja top. Ik zag deze en hij was zo erg afgeprijsd dat ik dacht... Oké, ik moet jou gewoon proberen. Kijken of je in ieder geval leuk staat. Maar ik vond het model gewoon echt, jeetje, heel erg leuk. Voor heeft hij namelijk een V-hals. Maar achter heeft hij ook een V-hals. En hij valt wat langer. Hij valt over je kont heen. Best wel een stuk over je kont heen eigenlijk. En de voorkant is korter. Hij valt lekker oversized. Beetje baggy en zo. Ik vind het echt super leuk staan. Die mouwen zitten zeg maar hier. Nou word ik echt gek. Die mouwen zitten zeg maar aan het begin wel wat strakker. En hier weer wat losser. En hij heeft het weer hetzelfde stofje als die eerste trui. Ik weet niet of je het bij deze misschien ietsjes beter ziet. Maar het is gewoon zo'n lekker stofje. En er zitten ook weer gaten in. En echt, ik hou van deze trui. Ik had nooit verwacht dat ik deze zo leuk zou vinden. Deze kleur. Deze was normaal 30 euro. Was nu in de sale 10 euro. En met die 20% korting was hij nog maar 8 euro. Hoe leuk is deze trui? Echt, ik hoop dat hij in de winter nog steeds zo leuk staat. Want echt, ik wil hem echt elke dag aan eigenlijk. En dan als laatste heb ik deze trui. Precies hetzelfde modelletje als die oranje, maar in het lichtblauw. Deze wilde ik sowieso hebben, want deze had ik dus al gezien. Oké, super fijn. Mijn camera was uitgevallen. Maar ik was gebleven bij deze trui. Precies dezelfde als de oranje. Ik kon gewoon echt niet kiezen welke ik wilde houden. Of, nou ja, ik had eerst deze in mijn winkelmandje gedaan. En toen zag ik die oranje. En toen dacht ik, oké, ik wil die ook kijken hoe die staat. Toen had ik ze dus besteld. En ik vond ze allebei zo leuk. En toen dacht ik, oké, een trui voor 8 euro. Ik hou jullie gewoon allebei. Dat is deze blauwe. Gewoon precies hetzelfde. Misschien zie je... Oh, ik word helemaal gek van die hangertjes. Misschien zie je nu het stofje wat beter. En het patroontje. Ik vind dit gewoon echt een super chille trui. Ook in de maat S. Precies dezelfde prijs als die oranje. Dus hier ben ik ook echt super blij mee. En dit... Auto's rijden hier. Maar oké. En ik ben hier gewoon echt ontzettend blij mee. Ik vind dit kleurtje gewoon echt een heel mooi kleurtje. Dus deze. Dat is ook weer gelijk het laatste van de video. Misschien heb je ondertussen in die video hier een tekst en hier een tekst kunnen zien staan. We waren gisteren met z'n allen bij Milan. En toen hebben Ewel en ik een beetje op ons zitten kliederen. Dus vandaar. Ja, ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Wil je nou vaker van deze soort shopvlogs of extra video's zien in plaats van alleen maar weekvlogs? Doe dan even je duimpje omhoog of laat leuke ideeën achter in de reacties, want dan weet ik dat ook. Ik vind het namelijk heel erg leuk om op te nemen, maar ik doe natuurlijk niet elke week zoveel dingen kopen om er zo'n video van te maken. Maar het lijkt me wel leuk om dit vaker te doen en andere extra video's en zo. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!